What's up YouTubes? Welkom bij de first ride and review van mijn nieuwe 2010 tweede generatie Hayabusa. Alright, let's do this. Nou, zoals ik al zei, dit is mijn nieuwe Busa. Ik ben fucking blij. 2010, geen ABS, wel modus, komen we zo op. Oh man. Nou, welkom zoals ik al zei. Maak je niet druk, ik heb hem al een beetje opgewarmd net. Onderweg naar Hero. Ik weet niet wat deze mafkees allemaal aan het doen zijn. Deze bike. Mijn gear indicator tript af en toe een beetje. Maar ik heb een andere erbij gekregen, die kabel. Dus die ga ik van de week even erop zetten. Voor de scherpe Busa-kenners die het zien. Aan de kilometerteller. Het is een importmotor. Komt eigenlijk uit Engeland. Er stond een andere voor dezelfde prijs ook te koop. En die was wel gewoon Nederlands, maar die had 8000 kilometer meer. Dus ik dacht bij mijn eigen, als deze netjes is, fuck die Engelse teller, doe maar minder kilometers. So we did. Oh man, deze bike is zo smooth. Power, 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 power. Op. Niet te doen hoor. Nou, jullie hebben gezien, er zit een standaard uitlaat op. Dus hij maakt totaal geen geluid. Het is net een stofzuiger. Hij is ook helemaal origineel. Behalve dat ik mijn eigen zadel weer erop heb gezet en die telefoonmount. Als het goed is, is er al een product review online van die telefoonmount. Anders komt hij eraan. Ik heb hem in ieder geval wel al gefilmd. En dit ding is fucking baas. Kijk even hoe strak vergeleken met die X-Grip. Is dat niet te doen? Oh ja, deze Busa dus. Wauw. De oude Busa Gen 1 die ik hiervoor had. Die ik nog steeds heb, die te koop is. Of misschien heb ik hem al verkocht inmiddels. En deze Busa de Gen 2. Hebben nagenoeg hetzelfde frame, hetzelfde blok. Wat ik heb begrepen is dat deze 2 mm langere slag heeft. En dat hij zo op de 1340 cc komt. Maar hij rijdt. Wow. Hij stuurt zo smooth, zo soepel. Ik weet niet of ze misschien die hoek van die voorvork hebben veranderd. Of misschien standaard progressieve voorvorkvering erin gezet. I don't know. Hoppert. Maar ik heb even een kleine route uitgezet voor de first rider review. Stukje binnendoor, stukje snelweg, stukje 80 km weg. En dan kunnen we een beetje alle bikes gaan testen. Kijken wat ze doen. Hoe ze het doen. Vandaag laten we beginnen met mijn Busa. Want jullie hebben allemaal gezien op social media. Als je me volgt, Instagram, Facebook. Dat ik een nieuwe bike heb. Allemaal berichtjes gekregen. Wow, wat is die oude Busa? Dit en dat. Hij is gewoon nog. Hij is gewoon te koop. Maar dit is hem. Iedereen zit te vragen op een vlog. Dus ik denk dat dit de eerste wordt met deze Busa. Hoppert. Oh man. Alles is smooth. Ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn een heleboel aanpassingen die ik wil doen. Ik wil hem een stuk lager hebben, net als mijn oude Busa. Noem het maar op, want dit ding is gewoon, kijk hier. Wat is er niet normaal? Gelijk overeind, wat de power, zo smooth. Deze heeft standaard vanuit de fabriek 185 pk's. Die andere had 165 pk's, maar ja, die andere had Acra, luchtfilter en nog wat dingetjes. Ze voelen ongeveer net zo snel. Maar deze, het voelt alsof deze het veel makkelijker doet. Nou, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Bij die andere moest ik echt een beetje persen om die power eruit te krijgen. Maar deze is het zo simpel, zo makkelijk. Dat bedoel ik, niet aan de grond te houden. Niet verlaagd, geen strap, helemaal niks. Oh. Koppel hoor weer, een tering. Nou, zoals ik al zei, rijdt heel smooth. Ik moet eerlijk zeggen dat die voorrem van die oude Busa beter was volgens mij. En ik denk dat het komt door die rempomp van Brembo. Stalen vlochten remleidingen, goede remblokjes.
En misschien ook omdat deze voorband kut is. Ik heb die bike net misschien nog niet eens een week. Dus ik heb nog geen tijd gehad om mijn eigen banden erop te gooien. Zoals sommigen van jullie weten, hiervoor reed ik altijd met Pilot Powers. Normaal of 2CT, maakt niet zoveel uit. Nu heb ik sinds een tijdje Continental Sport Attack 3. En dat bevalt me wel heel erg goed. Want hier zit voor een of andere Sport Max band op en achter een of andere halve tourband of zo. Het is niet veel soeps. Maar dat komt allemaal wel. Ik denk ook dat die voorband gebalanceerd moet worden. Want vanaf de 180 begint hij een beetje te trillen. Dan bij 200 tilt hij best wel erg. En als ik hem dan doortrek, dan is het weg. Dus we gaan hem van de week even balanceren. Ik heb nog een achterband liggen, bestel ik even een voorband erbij. Hebben we weer een setje ook. Oh, hier begon hij al met trillen, 180. Maar als je er gewoon doorheen trekt, dan is het niet erg hoor. Hij is ook heel hoog, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben natuurlijk mijn boezer gewend en die is gewoon omlaag. Omlaag, 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 helemaal plat op zijn buik. En deze staat gewoon nog helemaal hoog en wel even wennen hoor. Daarom heb ik ook gelijk mijn eigen zadel erop gezet. Ik ga mijn zadel ook opnieuw laten bekleden, want ik vind wat hier nu op zit, vind ik niet helemaal passen bij deze motor. Vond ik wel passen bij die vorige motor, maar bij deze wil ik weet het niet. Ik denk dat ik iets zit te denken van krokodillenleer ofzo, even afwassen. De eerste 5. 180, 200, 220. Wat een beest jongen, wat een kanon. Oh, lekker man. Ik ben zo fucking blij met deze bike. Ik wil jullie niet weten. Oh, lekker man. Wat ik zeg, hij doet het zo makkelijk. Hij komt zo soepel, zo smooth komt hij over. Bij die andere Busa was het, ja, hoe moet ik het uitleggen? Onder de 8000 toeren gebeurde er niet zo heel veel. Kon je gewoon normaal rijden, kon je gewoon met één hand om je heen kijken. Hoppert. Maar bij 8000 toeren kreeg je een schop onder je kont en wil jij niet eten. Dan ging je er gewoon vandoor en keihard. En deze gaat er ook vandoor bij 8000, maar hij komt heel smooth en hij blijft gewoon één stuk doortrekken. Dat is wel echt een heel groot verschil hoor. Bij die andere kwam het echt in als een klap gewoon. En bij deze kan je wat... Dame, top. Doe voorzichtig. Oké, je weet dat je remweg kapot is. Mooi. Scheelt weer. Ik kon niet te hard hier zo rijden. Het is waar een grapje van mijn Michael. Bijna dood was. Maar wat rijdt dit lekker zeg. Hé. Oh, je wordt... ik weet het. Omdat hij zo soepel is en omdat hij zo makkelijk stuurt... Ga maar grap, ga maar. Word je niet snel moe? Laat ik netjes handje uitsteken. Goed zo pik, samen komen we er wel. Als ik me bijvoorbeeld voorstel dat ik met deze naar Spanje zou rijden. Dan weet ik gewoon dat ik niet moe ben als ik aankom. Als ik iets hoger rijtje zet. En met die andere was het toch even allemaal even iets meer werken voor hetzelfde, weet je. Ja, ik weet het, het is moeilijk uit te leggen. Maar dit is gewoon zo smooth, zo makkelijk. Het rijdt bijna als een 1000cc, laat ik het zo zeggen. Het extra gewicht voel je niet echt van die motor. Wat je wel echt merkt is dat je die grotere, bredere kuip hebt, dat je wat meer uit de wind zit. Vergeleken in een 1000, maar het stuurt en het is zo lekker, zo smooth, zo soepel. En zo snel. Kom op nou jongens, heb ik nou echt een dag uitgekozen voor deze rit als het fucking druk is? Op die verhaal! En van me zou koud blijven. Het is sowieso ook niet echt heel erg lekker weer. Ik hoop dat we het droog houden. Geen beesten nog op die cam? Nee. Ook weer even lekker hoor, spiegeltjes erop. Hoewel ik moet zeggen dat die met die carbon block off plates veel mooier is. Dit kan niet allemaal heerlijk, die Busa. Gewoon zo lekker cruisen, 80 kilometer weg, drijven, 90. Perfect man.
vakanties ook, weet ik zeker dat je met dit ding heerlijk weg kan. Je hoort mensen vaak zeggen, ja, hoe doe je dat in de stad, is toch kut. En jullie hebben het allemaal gezien, weet je. Kijk, ik ga nu niet met die first rider review naar het centrum. Maar jullie hebben gezien, ik rijd met deze bike elke dag in de stad. Kijk, het is geen supermotor, het is niet zo makkelijk als met een supermoto, maar het is goed te doen. Je moet hem niet verlagen heel erg, zoals ik met die oude heb gedaan, want dan moet je schuin over sommige drempels, alsof je in een getunede Civic rijdt. Maar voor de rest, wat een beest. Deze bike heeft, zoals ik zei, geen ABS. Hij heeft wel rijmodus. Hier zit de knop omhoog en omlaag. Omlaag, 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 omlaag. Omlaag, 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 omlaag. Nou, hou even naar boven even ingedrukt. Of naar beneden, dat maakt niet uit. Komt hier een A. A is vol vermogen. Op benzine mag gelijk gaan. Gooi ik hem nou in B, is het iets meer tam. En zet ik hem nou in C, dan is het... Gay! Ja, ik weet niet hoe ik het moet. Het is gewoon echt tammetjes. Ik geef vol gas, kijk hier. Hij trekt veel minder fel weg. Je hebt veel minder gasrespons ook. Veel rustiger, veel smoother. Ja, het is een soort van regenstand. Ik weet niet waarom je het nodig hebt. Als je een Hayabusa koopt en je hebt die regenstand nodig, dan had je in eerste instantie al nooit een Hayabusa moeten kopen. Dat is mijn mening. Maar oké. Het is leuk dat het erop zit, weet je. Als je iemand hebt die hebt nog nooit op een Hayabusa gereden, die komt van een R6 of van een 1000, zeg je, gooi hem even in CC, ga even rijden, wen even en gooi hem daarna in zijn A en dan schrik je eigenlijk de bestpleuris. Ja, wat een bike, zeg ik. Ik hou niet van die handvaten, die zijn heel dikker, voelen ze. Ik weet niet, voel niet lekker. Met die grote klappers ook hier aan het einde. Ik ga het denk ik wat dunner opzetten. Van die hele grippy race motherfuckers. Oh, we zitten nog steeds in C. Ik denk al, ik geef gas en er gebeurt gewoon maar niks. Vind ik trouwens wel echt baas. Die MT-09, zoals jullie weten. Als je die uitzet en je zet hem aan, dan is hij niet in zijn A-mode. Je moet hem eerst in A-mode zetten. En deze, als je hem aanzet, is hij gewoon in A-mode. Klaar. Gewoon gelijk full power. Dus wanneer je gaat kutten, dan kan je hem zachter zetten. Dus dat is wel baas. Niet dat je je motor start. Even kijken hoor, we moeten richting Amsterdam. Alkmaar, nee, deze moeten we niet hebben. Nou, dus niet als je je motor start en je vergeet hem in A-motor te zetten, dat je in één keer eruit gereden wordt door een of andere snelle auto. Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Als je het vergeet, ben je gewoon in A-motor, kun je gewoon pakslagen uitdelen. Snapte. Nou, zoals ik zei, we hebben een kleine route uitgestippeld, stukje over deze 80 kilometer weg. Nou, een stukje snelweg, zometeen nog een stukje binnendoor en dan hebben we alles een beetje getest zo, weet je. Nu met mijn eigen bike vind ik het lastig om een review te doen, omdat ik natuurlijk alleen maar zit te vergelijken met mijn oude Busa. Maar als we binnenkort andere bikes hebben, Jaxxers, WR'tjes, MT'tjes, dan komt het goed, kunnen we meer vergelijken met elkaar. Utrecht! 030 hè? Beter als 020! Dan! Ja, beter. Nee, beter hè! Er zit geen shift light op standaard. Ik heb wel een how-to gezien op YouTube dat ik hem in kan stellen. Dus dat gaan we van de week even doen. Het kwestie van een paar knopjes ingedrukt houden en dan kan je hem instellen op toerental. Wat dope, shift light erop ook gelijk. Hij heeft echt wel wat meer koppel als die oude hoor. Echt wel merkbaar. Oh ja, 13.500 mijl is bijna zeg maar even 22.000 kilometer. Nou, come on, fuck off via Wanka. Zo lekker jongen, zo smooth. Grappie. Wat ben je allemaal aan het doen man? Pistool man. Echt zo druk? Nou, meen je niet. Ja, jullie gaan hem sowieso wel zien op topsnelheid. Ik heb hem al een beetje uitgeprobeerd hoor. Een beetje. Hij gaat tot die mph, dus tot 200 mijl per uur.
En dan ga ik de toerenteller hier nog doorlopen, dus hij gaat harder. Maar ik zit te denken om van Garmin zo'n GPS-tellertje te halen. En om die hier zo ergens te zetten. Dat we echt GPS-tellers hebben. En ik ga ook een vlogje maken met een aantal GPS-apps die je hebt. Dan doe ik gewoon de top 5 GPS-apps die naar boven komen in de Play Store. En dan ga ik ze alle 5 even testen. Maar kom op mensen. Nee, dit is te druk. Ik zie het al. Ik ga zo meteen een stukje op de Haarlemmerweg kennen met vergassen. Maar dit ook snelweg, ja. Jullie weten het van Boesa. Het is een snelwegvreter. De kilometers vreet hij gewoon weg, probleemloos. Ik bedoel, normaal komt mijn rijken tot hier ook. Zet ik iets meer uit de wind van mijn hoofd. Ja, dan is het gewoon is ideaal. Ik denk dat een stukje snelweg meer belangrijk is voor als we andere bike gaan testen. Zoals een WR450 of een M107, ik noem maar wat. Dat de wind even wat meer een factor speelt. Eerste 5, hop, met 150, hop, zo van poppen jongen. Kom op, poprotten. Handschoen moet ik ook nog steeds vervangen. Boesta snelweg is gewoon killer. Killer, come on! Woo! Dan ben ik alleen hier weer eraf eigenlijk. Woe, lekker man. Ah. Als deze op toeren komt, jongen, met die nog allemaal originele hoogte is, dan is het echt direct Willy. Willy. Dali, doe maar Willy. Ah, doe Willy. Hoppert, wie hoppert? Deze bocht is heel mooi en heel smooth, maar ik kom hier al van kleins af aan en ik heb al een stuk of 5 mensen gehoord die in Haag hebben doodgereden hier hoor. Dus ik wil nooit te hard. Ja grap, ik ben blij dat je naar het midden toe wil. Rot even op man. Oh. Ja man, heel makkelijk op zijn achterwiel. Zo druk hoor hier, iedereen gebruikt het nee als afsnijroute. Grap. Hey Gordon. Deze drempels ook jongen, die vering is echt goed man van dit nieuwe model. Hij vangt gewoon die vering en alles echt heel makkelijk op. Geen bang, geen pijn in je ballen meer, zo erg. Ga dat niet te lastig doen jongen, zogenaamd niet te langs laten. Maffe. Is dit dan? En? Denemarken. Ah, Legoland. Ik wil nog even één lang stuk pakken dadelijk om jullie even een beetje te laten zien hoe die wegtrekt. Natuurlijk voor een boezel heb je echt een lang stuk nodig, wil je hem echt een beetje lekker open kunnen trekken man. Team Suzuki. Ja man. Je weet zelf al, Suzuki Life.
Achterrem is ook wel, is wel beter van deze. Voorrem is minder door die opties, maar achterrem is beter. Stok. Hoppa. Zie je die hobbels? Pak die goed op, jongen. Ik ga even in één keer naar links toe. En ankeren, ankeren. Ja, oké, remt wel goed. Ik voel daar die voorband gewoon niet zo goed. Zie je, Bik? Doesn't do shit for me, man, de front brake. De voorband bedoel ik. Shit voorband. Kijk naar jongen, hoor dan. Nou, je hoort natuurlijk niks, maar hij loopt zo soepel, man. Die andere Busa was echt meer vrachtwagen. Ham, 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 ham. En deze is echt... heel smooth. Even over het treinspoor. Ja man, dat ding is dom snel! Dom, domme jongens is dat dom! Stupid fast! Zo makkelijk man, zo makkelijk die bochten! Niet te doen! Alright peeps, dat was het voor de first ride and review van mijn 2010 Hayabusa. Like, comment, subscribe! En zien we jullie next time voor de andere first ride. Later! I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had. I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman.